Vandaag weer een geheel nieuwe aflevering van De Groeten Uit. En vandaag is het Autoloze Zondag en je moet uitkijken, want anders reizen van de sokken. Maar Autoloze Zondag, onze generatie kent dat nog van de oliecrisis. En hier in het Wilhelminapark zijn allerlei activiteiten die gewoon te maken hebben met milieu, met fietsen en zo. En bewegen. En je kunt gewoon op zo'n Autoloze Zondag gewoon echt heel veel doen. En daarom zijn we hier in het Wilhelminapark. En ik heb een afspraak om op zo'n scootmobiel te gaan rijden. En ik ga op een lichtfiets. En ik ga van alles doen. De groet uit. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. Jan Wim, je kent ze wel, die hanggroep ouderen die gewoon heel de buurt terroriseren met die akelige scootertjes van ze. En die geeft, les. Ja, wij geven les erin. Wat heel erg belangrijk is dat de mensen die een scootmobiel hebben ook heel goed de obstakeltjes kunnen nemen in Tilburg wat betreft het verkeer. Ze komen heel veel obstakeltjes tegen. Waar we tegenaan lopen is dat ook heel veel mensen schade aan de scootmobiel rijden. Omdat ze niet goed met het hulpmiddel overweg kunnen. Nou, wat we hier hebben gedaan, wat je ziet, is een parcours uitgezet waar de mensen wat behendigheid oefeningen moeten doen. Zodat ze makkelijker in het verkeer kunnen deelnemen. Niet zo zenuwachtig zijn. De snelheid van het hulpmiddel onder controle gaan krijgen bij de verschillende oefeningen. Bij een slalom rij je iets minder hard als een achter. Drijft de tijd me heen. Ik zocht in alle hoeken, toch voel ik me alleen. Waar kan ik je vinden en hoe vind ik evenwicht? De weg die mij zal binden heb ik even niet in zicht. Ze zeggen wat ik nu wil beleven, als de ware mij ook vindt. Arnold, ja. We staan hier bij de lichtfietsen. Ja. Dan vind ik altijd een raar gezicht als je die dingen voorbij ziet komen. Ja, het is misschien een wat ander gezicht. Ik weet niet of het nou per se een raar gezicht is. Het is een wat ander gezicht en het is uitermate comfortabel fietsen. Je ligt eigenlijk lekker in de zon, als je, vooral met het lekkere weer van nu. Wat is nou het enigste voordeel dat je hebt? Nee, er zijn meerdere voordelen aan lichtfietsen. Je hebt natuurlijk allerlei verschillende vormen van lichtfietsen. Maar eigenlijk het belangrijkste voordeel van lichtfiets is het feit dat je minder luchtweerstand hebt. En dus met minder moeite even hard kan fietsen. Of met net iets meer moeite wat harder kan fietsen. Nou, bij de vrachtwagens heb je de dode hoek, maar als je hier in de buurt van een vrachtwagen komt, die zie je niet. Nee, je moet natuurlijk in stedelijke gebieden moet je goed rekening houden met het feit dat je soms onzichtbaar bent voor automobilisten. Ik raad mensen dan ook altijd aan om defensief te rijden. Je merkt dus ook dat je je grootste voordeel in de stad eigenlijk kwijt bent. Dus de snelheid die heb je in de stad, heb je die er niet echt in zitten. Maar zodra je de stad uit bent, kun je de brommertjes bijhouden op een lichtfiets. En waar moet ik op letten als ik hier direct op kruip? Nou,
Nou, waar je een beetje op moet letten is... Het verkeer. Het andere verkeer. Nou hebben we hier gelukkig een afgesloten stuk vandaag, mooi. Maar waar je een beetje op moet letten is of de fiets op goede lengte staat. Dat is een belangrijke start. Het type fiets waarop je wil gaan fietsen is belangrijk. En wil je snel of wil je wat meer comfort? En zodra je van gang komt, moet je eigenlijk jezelf eventjes vertellen. Gewoon gelijk in één keer goed gang maken. Zodra je de snelheid erin hebt zitten, komt het evenwicht vanzelf. Oké, en de EHBO-post staat hier ook? Ja. Gelukkig. Aan het einde van het parcours. Ga ik proberen. Ergens stoom ik door een BOB die mij pad kruist. Kijk maar uit, hier kom ik aan. Ben drunk op de grote baan. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Als een trein, een intercity die door het landschap zuist. Ik stop voor niets of niemand hoor. Als een sneltrein raas ik voort. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Als een magneet trek jouw liefde me aan. Door de wind en kou. Als een komeet schiet ik hier over de baan. Terug naar jou. Als een wals stoom ik door een BOW in mijn pad kruist. Kijk maar uit, hier kom ik aan. Denderend op de grote baan. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Kijk maar uit, hier kom ik aan. Denderend op de grote baan. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Mevrouw, wat vindt u nou van autoloze zondag? Als iedereen zich in de regels houdt, zou het goed zijn. Als houden we het niet in de regels. Ja, mooi. Is het zo? Ja. En mevrouw? Ja. Wat vindt u nou van autoloze zondag? Vind ik leuk. Ja? Ja. Moet kunnen. Wat is daar leuk aan? Nou, dat je nou lekker gemakkelijk alles ook kunt overzien. Als allemaal die auto voorbij, maar ik moet wel met de bus mee. Okay. Merkt u ook dat het drukker is nu in de bus? Nee, ik heb er nog niks van gemerkt. Ja, nu zitten er dan wel meer mensen in. Mm-hmm. Maar verder is dat geen effect. En kijk eens hoe mooi dat ze die voor ons voor elkaar hebben. Okay. Doe dat maar eens filmen. Hier moeten wij nou doorrijden. Nou, ik zou gewoon zeggen gas geven, chauffeur. Ja, dat gaat niet. Hè. Al pionnetjes omver rijden. Ja. Nou, dit is nou wat ik bedoel met in het centrum. En nou moeten wij hier weer staan wachten. Omdat wij al zoveel tijd hebben. Wij zijn gewoon niet voorbereid gewoon op autoloze zondag, denk ik. Niet echt, nee, hier in Tilburg. Maar ze willen weer in Tilburg weer ergens aan meedoen en ze kunnen maar half een bak. Andere gemeentes hier zijn ze veel beter op ingespeeld, al half hier in Tilburg. Want als ze hier nou gewoon een lint hadden gespannen, dan was het veel makkelijker geweest. Hè? Nu moet je elke keer de pionnetjes die kant op en terug, die kant op en terug. Want dadelijk komt de collega, dan staan ze weer aan te ver aan die kant. Dus er is wel goed over nagedacht hier in de gemeente. En er lopen hier genoeg mensen die dan verkeersregelaar zijn. Die kennen. Even met de spiegel. Ik moet iets in mijn spiegel zien. Okay. Hey, je ziet er goed uit. Ja, nee, maar ik moet wel, als ik daar tegen een auto aan zit. En jullie staan met de camera voor, dan komt het helemaal goed over. Gewoon Els Aerts bellen. Oh ja. Onze Elsje, die betaalt alles, ja, denkt hij. Die betaalt vandaag alles. Die betaalt vandaag alles. Nou, ik ben benieuwd als er veel schade gereden wordt. Want dan kan ze al in de portemonnee. Want er is al schade gereden. Kijk, onvoorstelbaar. Filmen jullie deze nou ook? Ja, tuurlijk. Voor jou altijd. Wij zijn hier gewoon getuigen van een aantal obstakels. Ja, dat kunnen we wel stellen, hè? Ja. Oh, en die meneer zegt gewoon dat ik over het trottoirbandje moet gaan rijden. Met een lage vloerbus. Dus kunnen nagaan dat er over nagedacht is, hè? Ja. Perfect hier in Tilburg, hè? Nou, is weer goed geregeld hier met het openbaar vervoer. En wij gaan naar ons volgende evenement.
had ik tijdens Kermis TV gezegd van nou, hier komt een doosje cd's te liggen van de Reetveter bij Café Karel. En ik had hier een doosje neergelegd van 100 cd'tjes. Nou echt, ze hebben erom gevochten. Nou is het zo, en dat vind ik vrij pijnlijk, op een gegeven moment komt er een mevrouw binnen en die wilde een cd hebben van de Reetveter. Alleen, ja, het was allemaal al weggegeven en dan wil ze cadeau doen aan iemand. En dan vind ik gewoon echt, ja, ik vind dat niet leuk. Dus ik leg hier weer een doosje neer en dan kunnen jullie allemaal weer naar Café Karel om een cd'tje van de Reetveter te halen.